De GGZ Eindhoven wil snel beginnen met het vaccineren van zijn cliënten. De instelling die mensen met psychische problemen behandelt zegt dat de afgelopen weken het vaccinatieschema elke keer is omgegooid. En nu weten ze niet meer waar ze aan toe zijn. We hebben het ingericht. Het staat al een paar weken klaar. En we kunnen, als we het vaccin hebben, morgen beginnen. Dus daar is niet het probleem. De naalden, de ontsmettingsmiddelen, zelfs de hele looproute ligt al klaar. Het personeel is ook in staat om alles helemaal uit te voeren. Maar als de planning steeds wordt omgegooid, dan moeten de voorbereidingen ook steeds worden aangepast. Tot de roosters aan toe. We zijn dat uitstel, wat we natuurlijk een aantal keren nu meegemaakt hebben, dat zijn we eigenlijk een beetje beu. En wat wij vragen is, wijze van spreken de mensen die het hardste nodig hebben, ook daadwerkelijk het eerste vaccineren. En er horen ouderen bij en dus ook ouderen die hier opgenomen zijn. De afgelopen tijd komen er om de haverklap groepen in het nieuws die voorrang vragen. Huisartsen, leraren, tot aan autorijschoolhouders aan toe. Toch is dat niet te vergelijken met de noodkreet van de GGZE, zegt Verbucht. Maar wat je ziet is dat ze vergeten worden. Blijkbaar vinden we denken er niet direct aan. Daarom komen ze bij wijze van spreken achteraan te zitten. En het is niet iets wat moedwillig is of het heeft ook weinig zin om met allerlei vingers te gaan wijzen. Maar het is wel van belang dat we hier wel dat goed ons realiseren en dat we er ook echt iets aan moeten doen.